Michiel en Jeroen zijn gek op fietsen en werken bij de geologische dienst van het TNO. Van het een kwam het ander en dus bedachten ze een speciale fietsroute over de Utrechtse Heuvelrug, die langs plekken voert waar het ontstaan van dit bijzondere landschap het best zichtbaar is. Een van die bijzondere punten is de oude zandgroeve in een dal bij Maren. Het landijs uit Scandinavië kwam tot aan de Heuvelrug, heeft de Heuvelrug gevormd ongeveer 150.000 jaar geleden. Dus waar nu Amersfoort ligt, daar lag een dik pakket landijs, misschien wel enkele honderden meters. Utrecht lag net buiten de begrenzing van het ijs. En toen het landijs oprukte, heeft het allerlei lagen uit de ondergrond omhoog geduwd, voor zich uitgeschoven. En dat is eigenlijk de Utrechtse Heuvelrug geworden. En daardoor liggen er hier dus enorme keien, afkomstig uit Zuid-Europa en Scandinavië en meegevoerd met het oprukkende ijs. Dankzij die permafrost hebben we nu mooie natuur, met dus nu die fietsroute van 42 kilometer lang. Met een speciaal boekje leert u van alles over het ontstaan van dit gebied, maar vooral ook wat er onder de grond gebeurt. De lagen onder onze voeten die staan schots en scheef en dat heeft invloed op hoe het water wat hier naar beneden komt regenen de grond in gaat. En als het dan de grond inzijgt, dan gaat het eigenlijk als een soort grote flipperkast verder. En dat bepaalt uiteindelijk waar het droog is, waar het nat wordt. En dat moet je weten. In het zonnetje is het heerlijk vandaag. Je moet er toch niet aan denken hier te moeten wonen met een dikke laag ijs en sneeuw om je heen. Maar toch gebeurde het destijds. Net als mensen dat altijd doen, die hebben gewoon geleefd in de omgeving. Die hebben er wat van gemaakt. Die hebben gedaan wat ze konden. Mensen kunnen uiteindelijk overal leven. De fiets was er toen niet. Nee. Dus daar hebben wij weer mazzel bij.